deze aflevering van Veilig Westland staan we op de Kiss and Ride plek van een basisschool in Schavenzanden en bespreken we de actuele politiezaken. Verder gaan we in gesprek met de wethouder Verkeer en Vervoer van Westland over een nieuwe campagne en bezoeken we een klas om te horen wat de school zoal doet aan verkeersveiligheid. In Westland Actueel neem ik altijd de actuele zaken die zich op veiligheidsgebied in het Westland afspelen door aan tafel met John Broeseliske. John, welkom. John, we staan hier voor een basisschool. Waarom staan we hier? Ja, we staan hier bij de basisschool De Chameleon in Schavenzanden. En de reden daarvan is dat we deze uitzending aandacht gaan besteden aan verkeersveiligheid en met name rond scholen, omdat de scholen weer begonnen zijn. De zomer is weer voorbij, periode met veel feestweken. Hoe zijn die feestweken verlopen? Het was weer een drukke tijd voor organisatoren van de feestweken. Voor de beveiligingsorganisaties die daarbij betrokken waren. Voor de gemeente en ook voor de politie. Voor dit jaar hebben we geen noemenswaardige incidenten te melden. We hebben wel een aantal aanhoudingen verricht. We zijn wel weer geconfronteerd met excessief alcoholgebruik van enkele jongeren. Dit jaar hebben we ook weer preventieve maatregelen genomen, met name de gemeente en de organisatoren. En dat bestond onder andere uit het afleggen van een blaastest voordat ze een evenement binnen mochten. En desalniettemin zijn we geconfronteerd met een aantal jongeren die buitensporig veel alcohol hadden gedronken. Bij een van die feesten hebben we wat extra's gedaan. Dat klopt. We hebben een aantal politieagenten voorzien van een bodycam. Die hebben beelden gemaakt van jongeren die straalbezopen waren, dus excessief veel alcohol gebruikt hebben. En we gaan de jongeren confronteren met die beelden. Een aantal van de jongeren met hun ouders, die hebben al een uitnodiging gehad en die hebben de beelden ook al gezien. Het blijkt dat ze zelf ook gechoqueerd waren toen ze hunzelf terugzagen en uiteraard hun ouders ook. Waarom doen we dat nou? Nou, dat is om de jongeren juist te confronteren met het feit wat alcohol met je doet. En zeker excessief alcoholgebruik. En dat is ook de reden dat we daar in de toekomst ook mee door zullen blijven gaan. We hebben overleden personen aangetroffen die al wat langer overleden bleek te zijn. Wat kan je daarover melden? Op 27 augustus kregen we een melding dat er een stoffelijk overschot was gevonden in een bosgebiedje. Die persoon bleek er al wat langer te liggen. De identiteit is tot op heden nog niet bekend. De recherche is dan ook een onderzoek aan het instellen. En die is onder andere de database aan het raadplegen van vermiste personen, of die daar misschien al in voorkomt. En er wordt DNA-onderzoek verricht om te kijken of die misschien in de DNA-databank te vinden is. Maar tegenwoordig is dat toch wat lastiger, omdat we ook veel mensen vanuit het buitenland in Nederland hebben werken. Dus dat kan nog enige tijd duren. Daarnaast willen we nog eens benadrukken dat het belangrijk is dat als mensen buitenshuis zijn, dat ze een identiteitsbewijs bij zich moeten hebben. En het is ook een stuk makkelijker in het kader van hulpverlening. Recent hadden we ook weer een sporter die onwel was geworden, naar het ziekenhuis werd vervoerd, geen identiteitsbewijs bij zich had, waardoor het veel langer duurt voordat wij naasten in kennis kunnen stellen dat hun geliefde in het ziekenhuis is opgenomen. We hebben een bedreiging gehad in het centrum van Naaldwijk, waarbij door de politie geschoten is. Wat kan je daarover vertellen? We kregen een melding binnen dat er een man met een mes door het centrum van Naaldwijk liep. Dat resulteerde uiteindelijk in de aanhouding van een verdachte. Daarbij is door de politie geschoten. Nou, het onderzoek wordt door twee instanties verricht. De recherche van de politie die doet het onderzoek naar de bedreiging die voor de aanhouding plaatsvond. En de Rijksrecherche die doet onderzoek naar de aanhouding en het schieten van de politie. En beide onderzoeken vinden plaats onder leiding van een officier van justitie. Elke maand kijken we naar een opvallend social media bericht. Dit keer is dat een Twitterbericht van wethouder Pieter Varenkamp. Eind augustus zijn in onze regio de scholen weer begonnen. De gemeente attendeert hierop met onder meer spandoeken en nu ook met een campagne over kinderen in het verkeer. Wethouder, de scholen zijn weer begonnen, veel aandacht voor verkeer. Waarom heeft de gemeente zoveel oog voor verkeersveiligheid? We leven hier in een druk gebied met veel verkeersbewegingen. Woonwijken die alsmaar uitbreiden, groter worden, die op bepaalde tijdstippen leeglopen en weer vollopen. We hebben een economie met veel transport. Dat betekent veel verkeersbewegingen en daarom hebben we veel aandacht voor verkeersveiligheid. En wat doet de gemeente dan aan verkeersveiligheid? Wij proberen de inrichting van de wegen natuurlijk zo veilig mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door gescheiden rijbanen voor fietsers en automobilisten, zoals je kunt zien bij ons nieuwe gemeentehuis aan de Laan van de Glazen Stad. Maar naast de inrichting is gedrag bepalend voor de verkeersveiligheid. En ik zou eigenlijk willen zeggen, dat is het voornaamste in de verkeersveiligheid. En daarmee is verkeersveiligheid niet alleen iets van de gemeente, maar eigenlijk van ons allemaal.
En jullie zijn een campagne gestart. Wat houdt die campagne precies in? Nou, die campagne houdt in dat we verkeersdeelnemers bekendmaken dat de scholen weer begonnen zijn. En we maken dat niet alleen bekend, we proberen ook uit te leggen waarom kinderen een kwetsbare doelgroep in het verkeer zijn. Zij zijn nog niet volledig ontwikkeld met hun waarneming. We hebben ook nog niet de ervaring met het deelnemen aan het verkeer. En dat wordt in deze filmpjes uitgelegd. In de campagne is ook een jongere betrokken. Waarom doet de gemeente dat? Ik denk tweeledig. Enerzijds, het is een jongen die erin zit. De verkeersdeelnemers herkennen zich erin, jonge verkeersdeelnemers. Maar het laat aan de volwassen verkeersdeelnemers zien hoe kwetsbaar ze zijn, hoe spontaan ze zijn en ja, ze zullen nog niet alles overzien. Wat doet deze school aan verkeersveiligheid? We stimuleren kinderen zoveel mogelijk om lopend of op de fiets naar school te komen. Waar dat niet mogelijk is, komen ze met de auto. We hebben voor de school een kis- en rijdzone. En de bedoeling is eigenlijk dat ouders hun kinderen daar afzetten, ze een kusje geven en de kinderen vervolgens zelf naar binnen komen. Verder doen we in de hele school de krantjes van Veilig Verkeer Nederland. Dit zijn actuele krantjes die aansluiten bij onze omgeving hier in Schravenzanden. En de kinderen in groep 7 doen het verkeersexamen. Dit is zowel een theoretisch examen als een praktijkexamen. En eigenlijk zijn we ervan overtuigd dat we de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden om zelfstandig deel te kunnen nemen aan het verkeer. Schrijf eens op je wisbordje, waarom zijn er voorrangsregels in het verkeer? Oké, laat maar zien, wat heb je opgeschreven? Ik zie hier ongelukken, chaos, voor de veiligheid. Anders wordt het een rotzooitje, omdat het veiliger is. Maar waarom is het nou veiliger? Jack, wat heb je opgeschreven? Dat weet iedereen wat hij moet doen en wie ervoor mag. Dat is wel belangrijk, dat iedereen weet wat hij moet doen. Nova, wat heb jij opgeschreven? Omdat er anders ongelukken gebeuren. Omdat er anders ongelukken gebeuren, heel goed. Waar zijn jullie vandaag in de klas mee bezig? We hebben vandaag een verkeersles van Veilig Verkeer Nederland. En deze les gaat over mag ik eerst. We bespreken dus de voorrangsregels. Wanneer mogen kinderen nou eerst in het verkeer? Als ze op de fiets zitten of als ze lopen, waar moeten ze rekening mee houden? Denk aan verkeersborden, haaientanden en zebrapaden. Wie komen er allemaal op de fiets naar school? Nou, dat zijn er eigenlijk best veel. En waarom kom jij met de fiets naar school? Omdat ik heel dichtbij woon en als ik met de auto ga is dat slecht voor het milieu. Nou, dankjewel. En waarom kom jij met de fiets naar school? Omdat ik fietsen leuk vind en omdat ik oud genoeg ben om zelf op de fiets te gaan. Nou, dat vind ik een mooi antwoord. Jongens, succes nog met de verkeersles. Doei! Doei! En dan tot slot de veiligheidsagenda. Op donderdag 20 september doen diverse scholen in de regio mee aan de schoolbrengdag. Ouders en leerlingen worden opgeroepen om die dag geen gebruik te maken van een auto om naar school te komen. Kijk voor alle info op schoolopzeef.nl/schoolbrengdag. Van 8 tot en met 12 oktober wordt weer de Nationale Week van de Veiligheid gehouden. Verschillende hulpdiensten zullen dan ook in onze regio aandacht vragen voor diverse vormen van veiligheid in uw omgeving. Zo zijn er onder meer acties, bijeenkomsten, markten en demonstraties. In de oktoberuitzending van Veilig Westland gaan we met de brandweer in gesprek over brandpreventietips. Met bijvoorbeeld adapters en opladers. Graag tot dan! We'll be right back.